Matthijs, ja, moet je zich even melden. Oh, wat is er aan de hand? Nou, normaal roep ik je omdat er wat lekkers op de buikje ligt, maar nu niet. Oh, dat is jammer. Het is alweer 31 december. Het jaar is alweer voorbij. Een jaar lang hebben we elke vrijdag weer heerlijke mooie video's laten zien. En dat hebben we niet alleen gedaan. Matthijs heeft dat heel mooi weer op beeld gezet. Maar daarnaast hebben we natuurlijk heel veel leuke chef-koks meegewerkt dit jaar. En ja, en die zijn natuurlijk niet allemaal aanwezig op dit moment op de set, maar hebben wel wat te zeggen. Dus dan komen ze even aan. De 31 december, Happy New Year wens. Hoi allemaal. Ik sta hier lekker te koken, te freestylen zoals altijd. En ik voel me echt vereerd dat ik voor jullie de filmpjes mag verzorgen, want het is voor mij een dagje uit koken. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor dat jullie zo graag ernaar kijken. Om het jaar goed af te sluiten maak ik vandaag nog even van deze heerlijke saucijze broodjes met cheddar en jalapeno's. De laatste recepten van het jaar zo een beetje. Even kijken hoor. Ook zo nieuwsgierig. Oh, dit ruikt lekker. Lekker kippendijtjes gegrild. Ja, dat kan alleen met mij gebeuren. Dan laat je vervolgens de courgette van de Midi Rainbow Skewer op de grond vallen. Beetje dom. Afgelopen jaar hebben we ook een heel mooi barbecue jaar gehad met ons allen. Mooie recepten van Firefood gehad. Bastiaan, ben jij mij nu serieus aan het filmen? Ja, want jij kan natuurlijk niet jezelf filmen. Nee. Dus het is wel een keer leuk om jouw beeld te zetten met mijn luxe camera. Ik ben niet voor niks cameraman, hè. Ik sta achter de camera ja, altijd. Ja, precies. Over het algemeen is dat ook beter. Ja, ik wou hetzelfde zeggen. Maar wat een hoop gezichten hebben we gehad het afgelopen weer, jaar. Ja, het is echt leuk. Wat is nou jouw hoogtepunt van afgelopen jaar? Hoogtepunt van afgelopen jaar, eigenlijk is elke set wel een hoogtepunt natuurlijk. Ja. Maar ja, ik heb zoveel geproefd. Ik vond eigenlijk wel die saucijsbroodjes, wat Joshua zei, erg lekker. Ja, we hebben zoveel gemaakt. Ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen. Maar ik weet wel één ding zeker, elk gerecht was gewoon echt leuk om te doen. En lekker. Maar gaan we volgend jaar ook weer gewoon door? We gaan volgend jaar ook weer gewoon door met nog meer recepten en nog meer inspiratie. Dus elke vrijdag nog steeds wakker worden met weer een nieuwe inspiratievideo. Daar gaan we voor. Dan. Oh, top. Nou ja, dan kan ik alleen maar tegen iedereen zeggen, nu ik toch geen beeld ben, maak ik ook gelijk even gebruik van mijn momentje. Dan wil ik ook iedereen als cameraman van dit mooie kanaal, ook iedereen even een fantastisch nieuw jaar wensen. Oh, kijk eens even, Bastiaan wordt al een echte professionele cameraman. Zien we eens even staan. Maar ik wens jullie natuurlijk allemaal een fantastisch nieuw jaar. En ook volgend jaar gaan we gewoon weer mooie video's maken en je lekker elke vrijdag inspireren. En ik film dan ook gelijk even de assistent. Kijk, ja, want zonder Barbara was het sowieso allemaal niet gelukt. Dus Barbara, jij bent ook weer bij volgend jaar? Ik ben er volgend jaar ook weer bij, zodat we weer heerlijke video's elke vrijdag voor jullie op het kanaal hebben. En dan wens ik jullie alvast een gelukkig nieuw barbecuejaar. Ik hoop in ieder geval dat ik jullie volgend jaar weer een beetje inspiratie mag bieden. En ik wilde jullie in ieder geval een heel fijn nieuw barbecuejaar wensen. Van daaruit wensen wij jullie een gelukkig nieuw barbecuejaar toe. Alvast bedankt en we zien ons tot volgend jaar. Wij wensen jullie een gelukkig nieuw barbecuejaar. Nou, volgend jaar team weer compleet. Ja, oh Bastiaan, ik ben jou even in beeld. Dan kun je ook nog even groeten aan de mensen. Tot volgend jaar. Duurt niet lang meer namelijk.